En de oren die moeten eigenlijk een rozenvormig zijn, afhangend en zonder beschadigingen. Goedemorgen beste mensen, we staan hier op de caviadag in Tiel en ik heb hier Nairobi bij me. Een hele mooie cavia en ik ga samen met Andrea, een collega dierenarts en een grote cavia liefhebber. Wat vind je van deze cavia? Ja, hij is schitterend. We zijn hier vandaag om even een rondje te maken, want als veel dieren bij elkaar komen kan de gezondheid in het geding komen. Andrea zal vandaag de veterinaire begeleiding doen van de cavia's hier. En ik breng deze zo meteen weer terug naar zijn hokje. Andrea, we zijn hier op een cavia show. En je hebt zelf ook cavia liefhebber, cavia houder. Klopt. Maar wat zijn de specifieke dingen die voor de voeding van cavia's van belang zijn? Nou, cavia's die hebben op de eerste plaats heel veel behoefte aan vitamine C. Net als mensen kunnen ze het niet zelf aanmaken. Dus daarom moet dat met tabletjes of via de voeding worden toegediend. Nou, verder hebben cavia's grote behoefte ook aan heel veel vezels. En dat kan bijvoorbeeld zitten in hooi, maar ook in bepaalde brokken. Metazoa is ook een hele mooie brok. Science Selective is een hele mooie brok. Ja. Verder natuurlijk heel veel groentes. Denk aan paprika, denk aan wortel, andijvie. Vooral geen koolsoorten, want koolsoorten die veroorzaken gas bij cavia's. En dat is iets wat heel gevaarlijk voor ze is. En nat voer, hè? Nat gras moet je er ook voorzichtig mee zijn? Nat gras moet je ook voorzichtig mee zijn. Als je ze eraan wil wennen, bouw het langzaam op. Want als ze in één keer een teveel van iets krijgen, dan kan hun buikje ook van slag raken. Ook belangrijk is dat je cavia's, als je van voer wisselt, om het heel geleidelijk te doen. Ook krachtvoer, als het er goed op doet, wissel zo weinig mogelijk van voer. Blijf hetzelfde geven. Geef niet te veel krachtvoer, liever kleine beetjes en voldoende hooi en vezels. Ook hooi proberen goede kwaliteit hooi te geven en dan die vezels zijn heel belangrijk voor de vertering, maar ook voor de tanden. Dat de tanden goed afslijten, daar is stevig hooi heel belangrijk voor. We staan hier bij een keuring van onder andere fokdieren. En ik vroeg me af, op welke punten wordt er precies gekeurd? We gaan op type en bouw, of dat die mooi gebouwd is, stevig. De beentjes is ook belangrijk. Vitaliteit, dus de ogen, grote ogen moeten erop zijn, want het zijn prooidieren, dus ze moeten grote uitpuilende ogen hebben. Het is een raseigenschap. Dan moet hij een Romeinse kop hebben, ofwel een gebogen neusbeen en een goed gevuld snuitje. En de oren, die moeten eigenlijk een rozenvormig zijn, afhangend en zonder beschadigingen. Dat kan ook allemaal gebeuren. Dan gaan we nog naar de beharingslengte kijken en het kleurtje. En dan hebben we het rondje gemaakt. Nou, heel veel succes vandaag. Dankjewel. De caviadag was een mooie dag. We hebben heel veel mooie en gezonde cavia's gezien. Geen gekke misstanden kunnen vinden. En zoals jullie achter mij zien is ook, worden de prijzen zo direct uitgereikt. En ik denk dat er hele veelbelovende cavia's tussen zitten. Nou, op naar een volgend jaar.